dus hadden we niet verwacht dat we dit ooit zouden doen, toch man? Met z'n tweeën een klas hebben. Ik heb geen stem meer. Want we hebben al afgegaan. Maar dat mensen dan zeggen jullie komen wel weer samen is eigenlijk best brutaal. Ga je zo erg missen? Je moet al helemaal van boven. Ik zag ineens gewoon zo ons hele leven. Ja. Goedemorgen jongens, welkom bij een nieuwe weekvlog. Jongens, ik heb heel veel zin in mijn eerste werkdag, maar ik heb echt maar 4 uur geslapen en ik word zo ziek weer vannacht. Ik heb mijn hele bed vol gezweet. Er kwam zo'n bal. Even heel nasty, maar je weet toch, als je beter wordt, komt er zo'n slijm uit je keel wat loslaat. Het was een soort harde hoest, maar een huidskleurige bal met bloed. Die leek op hersenen uit mijn keel. Zo vies. Waardoor ik even meer moest hoesten, want dat laagje is daardoor weg. En ik ging vannacht op zoek naar mijn medicijnen, maar kon niks vinden. Dus mijn moeder heeft nu net gegeven. En dat scheelt heel erg. Islamose zo. Maar ik heb wel heel veel zin in mijn eerste werkdag, maar ik heb letterlijk 4 uur geslapen. Gisteren heb ik 16 uur geslapen. Daarom ging het gisteren al. Maar goed, even 2 dagen doorwikkelen. Het is 17 over 7. Ik ben over 12 minuten weg. Huh? Is Islamose genomen? Nee, ik heb haar uit het doosje gepakt. Oh, en ik heb hier... Heb ik wat heet water met gember nodig? Dat is ook goed voor je keel. Camera. Hey, oh. Kiko. Oh, ik moet het wel. Ik maak nooit beelden dat ik naar mijn werk ga. Niet normaal dik ben jij. Hi, jij bent zo dik. Nou, dan gaan we weer met een laptop en een tas vol met water en matcha en een shake en een zalm, brood, mandarijn, sinaasappel, yoghurt. Alles. Dan gaan we samen nu dus naar school, zodat we samen eventjes kunnen openen en dan gaat mama later weg. En hier een hele tas vol islamo's en dat soort dingen. Daar gaan we. Echt in het donker. 5 minuten te laat. Alsof we een soort vroege vlucht moeten halen. Ja, zo voelt het een beetje wel. Nou, dus hadden we niet verwacht dat we dit ooit zouden doen, toch mam? Nee, leuk. Met z'n tweeën een klas hebben en ook nog eens samen openen. Heb je dat gramboekje mee, dat laptopje? Ja. Nou, lekker lopend naar het schooltje. Alles doen moet erop, hè? Ja. Daarom is dat niet. Ja, dus hebben we voor gekozen. Ik ben helemaal kapot, ik heb geen stem meer. Ja, dat hele grote... Vriezer aan het leegmaken hier ook. En nu ga ik pesto maken. Lekker jongens. Hallo jongens. Ik vlog niet zoveel omdat ik niet kan praten, maar ik zie er ook echt niet uit. Ik kan nu weer een klein beetje praten. Maar ik ben goed ziek. Niet alleen mijn keel, maar ook mijn neus en mijn ogen zijn erbij gekomen. Dus ik ga vandaag niet veel praten, maar ik wil even zeggen dat we straks over een half uurtje komen bonusdochter in Haathuis. En we gaan een afscheidsetentje thuis nu echt doen. Na dit zondag ga ik nu echt weg. Ik vertel het later allemaal waarom ik nu weer langer terug ben. Maar ik moet echt niet te veel praten. Maar ik heb verse pasta, pesto en allemaal lekkere dingen die ze heel lekker vindt. En ik stop nu weer met praten.
Ze had ook een cadeautje voor me. Dus ik ga een koffietje nemen. Ik neem nooit koffie. Zodat ik hopelijk een klein beetje energie heb. Want dit kan echt niet. En ik heb al gedoucht. Hè? Moet je nagaan. En even wat normaals aantrekken. En ik stop weer met vloggen. Nou, dit ziet er al gezellig uit, toch? Ik kan tenminste wel weer praten, maar ik ga het zo min mogelijk doen. Dit zijn gewoon Roma tomaten met truffel burrata. Pesto aangelengd met olie als soort sausje. Parmezaan, extra vers olijfolie, zout, peper en wat pijnboompitjes. Water, straks een wijntje, misschien wel lekker voor de keelpijn. Drijfkaarsjes, allemaal niet super mooi hoor. Nog wat kaas, pijnboompitjes, olie, sla vindt mijn bonusdochter lekker. Oude kaas vinden zij lekker. Dit op de tv en ik ga even mijn haar wassen, want dan voel ik me ietsjes frisser. Yummy. Kijk, hoe leuk. Moet ik het filmen als ik het echt pak? Wie wil? Ik weet niet of het nodig is, je doet. Ik neem dit hapje en dan ga ik het openmaken. Zelf alles dicht. Is dit een knutsel? Nee. Dit is een buis. Dat is echt een goede keuze. Dat wist jij. Oh. We hadden leuke momenten met elkaar samen met de sushi. En vooral toen jij zei, wat voor sushi wil je? En ik zei avocado. En jij zei niet normaal. Dit is zo grappig, dit was toch vorige week? Ja, vorige week was het. Kijk hoe mooi je tekening. Peppa Pig sticker. Dit is super leuk. Dit is natuurlijk echt leuk. Want ik ken Peppa Pig niet eens voor jullie leren kennen. Ik had het nog nooit gezien. Dat is gewoon ons grapje dat we dat altijd voor de grap Peppa Pig spullen gaan kopen. Lekker toetje. Dit vind ik dus zoiets lastigs aan mijn baan. Het is nu 10 uur, ik ben ziek, maar ik moet mijn vlog morgen online krijgen. Maar omdat je natuurlijk eigen ritme kan indelen, ja, heb ik er dus voor gekozen om te komen. Hoor ik iemand? Ik ben al vandaag ziek en het ging gewoon echt heel langzaam, maar ik wilde ook, als zij thuis komen, dat lekker de tafel gedekt was, dat ik lekker had gekookt. En ik wilde ook, als ze thuis kwamen, niet meer werken. Gewoon helemaal tot mijn bonusochtend naar bed ging, gewoon er helemaal zijn. Maar daardoor, omdat ik dus overdag tijd ben verloren, omdat ik dus voor 5 uur de soort normale werktijd ben gaan koken en zo, dat best wel lang duurde, verlies ik daarin uren. En ik heb ook niet doorgewerkt na werktijd. En daardoor kon ik pas toen mijn bonusochtend in bed lag, dus 8:15 of zo, uiteindelijk beneden, kon ik toen pas gaan verder werken. En dat resulteert erin dat het nu 10 uur is. En dat Ha nu ook gaat slapen. En dat iedereen nu dus lekker ligt te slapen. Maar dat ik dus nu nog wel moet doorwerken. Omdat ik dus ja, werktijd heb ingeleverd. Om dus met het gezin te kunnen zijn. En dat vind ik soms wel echt lastig. Vooral als ik dan ziek ben. Dat ik denk, ja, ik wil nu ook lekker slapen. Maar ja, als ik dus die dingen niet had gedaan. Had ik nu ook kunnen slapen. Had ik het afgehad. Maar dan had ik niet gekookt. En had ik niet de hele avond tijd gehad, want soms zat ik ook wel gewoon, omdat ik dit dan niet wil, ja, gewoon terwijl we met z'n drie eigenlijk iets leuks zouden willen doen, zit ik dan te werken, weet je wel, want ja, maar als je dat dus niet doet, je redt het allemaal niet, zit jij dus uiteindelijk je eetje nog tot laten werken, ook als je ziek bent, dat vind ik dan zo, denk ik, ik wil ook nu naar boven om te slapen, maar goed, live, het was heel leuk verder, we hebben echt een hele leuke laatste avond gehad. Verder voel ik me heel beroerd. Ook mijn ogen, mijn neus en mijn oren zijn helemaal verrot naast mijn keel. Dus ja, ik hoop dat ik zo ook lekker naar bed kan. Oké, gemberthee. Ik hoest mezelf echt helemaal kapot. Ik heb het gerast met een lepel, dat werkt echt goed. Laatste broodtrommel nu echt, dus lekker veel snackjes. En selderij, passievrucht, wortel, tomaat. En ik ga nog even hier iets liefs opschrijven. Hallo jongens, nou sinds gisteren, na vanochtend mijn bonusdochter nog eventjes natuurlijk meegekletst, maar dat was heel kort.
eigenlijk sinds gisteravond 10 uur, dat ik met jullie vlogte niet meer te hebben gepraat, heb ik iets meer mijn stem terug, zoals je kunt horen. Ik weet niet wat ik heb. Ik heb volgens mij echt oprecht nog nooit zo weinig gevlogd. Ook het kon gewoon niet. Sinds zaterdag zweet ik de nacht mezelf helemaal... Nou, ik ben gewoon helemaal nat. Ik zweet, ben zeg maar echt geen zweter. Ik zweet bijna nooit. Gewoon, ik zweet gewoon niet snel. 'S Nachts zweet ik ook niet. Dus het is echt een ziekte. Ik weet niet wat het is, maar... Gisteren begon ze ook ineens mijn neus, mijn ogen en mijn camera is zo moeilijk met scherp stellen. Mijn oren, alles begon pijn toen ik denk, oké, en mijn keel is helemaal ontstoken en mijn bijholte, ik weet het niet. Maar ik ben zoveel ziek geweest de afgelopen tijd, maar ik heb eigenlijk geen enkele rust gepakt. En ik weet nog, toen had ik babbel had, toen had ik weer een feestje, toen weer ergens eten, toen een verjaardag van mijn moeder. Ik ben echt volgens mij 2 keer per maand ziek geweest, maar geen 1 keer uitgerust. Dus ik vind het zo balen, maar ik heb dus... Alwin van Vet Gezellig. We zouden vandaag filmen en toen morgen. Want we waren allebei een beetje ziek. Ik heb hem dus afgezegd. Ik had hem wel op de hoogte gehouden. Maar ja, filmen als je net je stem terug hebt. Terwijl ik was net een paar dozen aan het inpakken. Helemaal weer bezweet. Dat is gewoon zonde. Alleen het is jammer, want ik wilde hem in seizoen 1 al hebben. We hadden eindelijk een datum, al best lang. En speciaal voor hem eigenlijk. Omdat hij dus niet naar wees kon komen. Voor hem, voor mezelf natuurlijk. Voor Babbel. Het raam is even open, de short auto's. Maar zou ik dus nu terug naar Zoetermeer gaan om met hem te filmen. Dus nu gaan we een nieuwe datum prikken. Maar dat betekent dat ik dus over 2 maanden of zo, als ik weer tijd heb voor opnames. Als de andere opnames klaar zijn. Toch nog naar Zoetermeer terug moet. Om hier te gaan filmen. Dus dat is wel een beetje raar. Maar ik heb net wat handtassen en sneakers, zomerschoenen, wintertruien in dozen gedaan. En op de dozen geschreven. Verder heb ik Gossip Girl gekeken. Ik heb lekker... tomatensoep voor ons gemaakt met een lekker plankje met brood en kaasjes. Zodat we lekker een gezond soepje en een borreltje hebben. En hij eet meestal donderdag bij zijn ouders, maar hij eet nu lekker thuis. Want morgen heeft hij voetbal en zaterdag heeft hij ook weer verjaardag en zo. Dus ja, morgen hebben we niet echt een avondje. Zaterdag waarschijnlijk wel, maar overdag weer niet. En we willen echt nog even genieten van de laatste dagen. Bedankt trouwens weer voor jullie super lieve comments. Ik krijg ineens reacties dat mensen zeggen dat ik heel goed mijn emoties kan verwoorden. En goed dingen kan verwoorden. Ineens zeggen heel veel mensen dat op 1 vlog. Terwijl ik dat nooit echt eerder zo heb gehoord. Dat vind ik super grappig. Nooit zo bij nagedacht. Maar ik kan wel goed uitleggen wat ik voel. Ja, omdat ik ook gewoon heel goed weet wat ik voel. En dat ik heel goed weet wat ik doe en zo. Maar natuurlijk in mijn vlogs kom ik vaak misschien een beetje chaotisch over. Omdat ik gewoon van de hak op de tak ga. Maar ja, als ik ergens over moet vertellen, weet ik wel wat ik moet vertellen. Dus dat vind ik wel grappig. Wij gaan lekker een film kijken, lekker chillen. Ik ben blij dat mijn stem weer een beetje terug is. En ik doe er eigenlijk nu gewoon alles aan om goed maandag te kunnen starten. Want ik wil gewoon de juf zijn die ik ben. En dat is een juf die heel goed orde kan houden. En heel goed alles onder controle heeft. En dat gaat niet zonder stem. Dat was echt verschrikkelijk. Het was gewoon geen werkdag voor mij. Het is ook niet dat ik ziek was gemeld. Want ja, het zou een beetje lullig zijn als je net in dienst bent. En je tweede dag al uitbetaald krijgt terwijl je niet gewerkt hebt. Dus mijn moeder heeft gewoon die dag voor mij zeg maar gewerkt. En ik moet trouwens nog steeds al die documenten in orde maken. Ik kan nu eindelijk in Parnassus en in Basisport, voor wie weet wat het is. En in Teams en in mijn mail. En morgen, ja, vandaag moet ik het echt weer opbrengen, ga ik dan eindelijk... Ik heb wel mijn VOG aangevraagd, maar ik moet mijn laatste loonstrook, nog mijn cv heb ik volgens mij al. Maar ik moet echt heel veel documenten aanleveren waarvan ik niet eens weet wat het allemaal precies is. En ik dacht, ga ik morgen ook vast lekker beginnen met babbelap editen, want ik heb mezelf 2 weken een break gegund. En dan kan ik vast de eerste aflevering met Rebecca een beetje beginnen, zodat ik volgende week wat minder druk heb. En volgende week zijn we met Sarah gefilmd, maar die heeft het verschoven. Dus volgende week heb ik ook geen babbelhap. Dus dan heb ik in ieder geval geen stress voor het editen en dan kan ik dat lekker rustig gaan doen. Dus dat is fijn. En volgende week ga ik trouwens in het huis van mijn broertje zitten. Dus voordat ik echt bij mijn ouders zit, duur nog eventjes. Want ik zit bijna een week in zijn huis, hun huis. Dus... Uiteindelijk zit ik geen 3 maanden bij mijn ouders, maar volgens mij 9 weken en 2 dagen of zo. Maar goed, ik dacht ik klets weer even met jullie. Verder ben ik blij dat ik hier ben en geniet weer van de laatste dagen, zoals ik vorige week ook al zei. En mijn camera heeft heel veel issues met scherpstellen. Dat is ook maar beter, want als ik dat nu vanavond nog allemaal moet fixen voor de opname met Alwin morgen, als we nog boodschappen moeten doen en alles dan moeten voorbereiden. Ik ben echt nog steeds namelijk totaal niet lekker, dus dat ik nu kan praten. Maar hierna ben ik ook weer kapot, dus... Ik zie ik lekker uit. Het is denk ik niet psychisch trouwens. Ik dacht eerst nog, ja, zware periode, dan word je ziek. En mensen denken dat ook wel, maar psychisch gaat het best wel goed.
Ik zit natuurlijk nog helemaal niet in een zwaar iets. We zijn gewoon lekker aan het genieten nog. Ik vind het fijn hier thuis. Dus nee, het is echt... gewoon november, december heb ik gewoon geen één keer uitgeziekt. Dus nu komt het er allemaal uit. Dus eigenlijk balen van die dinsdag. Dat ik alles deze week heb moeten afzeggen. Maar nu, wel fijn dat ik nu gewoon nog eventjes die dagen helemaal kan uitzieken. Normaal zou ik nu gewoon weer aan het werk gaan. Weet je wel, als ik morgen moet werken was ik gewoon gegaan. Dus ik ben heel blij dat dat dan niet hoeft. Dus vrijdag, zaterdag, zondag naar mijn ouders. Nou, moet ik maandag alweer fris en fruitig zijn. Dus ja. Ik vind het trouwens ook zo grappig, want de weekvlog van vorige week vond ik echt heel leuk. Heel veelzijdig met kletsen tegen jullie. Een beetje verhuisdozen. Een beetje break-up. Een beetje gezelligheid met vrienden. Supergoed beeld. Ik vond dat ik er echt fresh uitzag elke dag en zo. Ik zat helemaal lekker. Maar toen werd ik ziek. Deze vlog was echt compleet contra. Jeetje mina. Ik hoop zo dat ik morgen weer kan sporten. Want de laatste keer was vorige week dinsdag of woensdag. Maar ik ga eigenlijk niet sporten. Ik heb ook wel fijn. Ik merk dat ik eindelijk even geen pijn aan mijn rug en zo heb. Wat ik krijg van het sporten. Dus dat is ook wel eventjes lekker. Ik zal even laten zien wat we gaan eten. Daarna stop ik wel even met praten, want ik voel dat het echt weer pijn begint te doen. Ik heb hier lekker tomatensoep met... Hij is iets donkerder, want ik heb gedroogde basilicum gebruikt omdat ik geen verse had. En ik heb niet het precieze recept. Ik heb gewoon gedaan met wat we in huis hadden. Maar dit komt ooit nog in Babbelhap. Lekker wijntje erbij. Ik dacht dat we de laatste fles hadden, maar er was nog een fles. Zo, dit echt triple plus houdt zoveel herrie tegen hier. We wonen gewoon aan de weg. En gewoon een heel simpel plankje met een crière. Dit is nog een stukje rok voor. Dit had dinsdag de kaasboer aangeraden tegen keelpijn. Ik heb er niet veel van gemerkt. Nog hele lekkere oude kaas van de Lidl. De Lies de Bourgogne, dat is heel romig. Geitenkaas en nog mijn zelfgemaakte kruidenboter met simpele toastjes. Ik pak altijd alles met mijn hand. Ik weet niet waarom ik altijd alles met mijn hand pak. Oh. Dit is een too good to go broodje. Misschien herken je hem wel. Uit de vriezer. Kaas, uien. En een lekker simpel stokbroodje. En dan soepje erbij. Die kaas gaan we natuurlijk niet helemaal opeten. Maar super lekker allemaal. Goedemorgen. Het gaat elke dag iets beter. Maar wel heel langzaam hoor. Normaal gaat het sneller. Morgen hebben we ook... verjaardag van het zoontje van Mark en Elisa. Ik had toch gezegd dat ik er niet bij zou zijn, want ik zou eigenlijk al verhuisd zijn. Maar nu ben ik er nog, maar ik zei ook tegen haar, ja, ik ga niet. Want dan ga ik weer voordat ik helemaal beter ben iets doen. En dat ga ik gewoon nu even niet doen. Ik ga echt pas als ik helemaal beter ben. Maar behalve als het maandag al niet zo is, dan ga ik natuurlijk wel werken. Maar ik ga geen leuke dingen doen. Ik wil gewoon helemaal opknappen, dus dat ga ik ook doen. Ik ga lekker nu een smoothie maken, wat ik al heel lang niet heb gedaan. Met spinazie, havermout, havermelk. En banaan, dus niet per se mega gezond, maar wel gezond. Lekker als ontbijtje. En ik wou trouwens nog zeggen, jullie comments zijn super lief, maar eigenlijk zat ik in bed te denken, is het best wel brutaal of pittig. Hoeveel mensen zeggen, jij en haar komen wel weer bij elkaar. Want kijk, ik kan er wel tegen, ook al die mensen die altijd zeiden, ben je zwanger of wil je kinderen? Of, hele directe vragen. Ik denk dat jullie aanvoelen dat je dat bij mij wel kan zeggen. Ik trek dat wel, maar... Ik had nu wel eens van, wow, stel ik was niet heel zeker van mijn keuze, wat dan ook. En jullie zouden me hierdoor doen laten twijfelen. Of ik ben wel zeker van mijn keuze zoals ik ben. En dan is het eigenlijk best raar dat zoveel mensen zeggen die mij niet kennen. Oh, je gaat alweer terug bij me. Want het is natuurlijk best wel een dappere beslissing, wat ook heel veel mensen zeggen. Het is moeilijk, want we zijn super gek op elkaar. Hebben het heel leuk. Ik geniet van elke avond met hem. Maar er zijn echt wel redenen waarom ik die keuze maak om uit elkaar te gaan. Wat ik ook nu al 4 maanden lang nog steeds... in mijn hoofd elke keer weer weet en bedenk dat het beter zo is. Maar dat mensen dan zeggen, jullie komen wel weer samen, is eigenlijk best brutaal. Want hoezo zeggen jullie dat? En ik bedoel het niet lullig hoor, want echt, zeg vooral wat je wil. En ik vind elke comment leuk en ik vind het ook hartstikke interessant hoor. Dat zoveel mensen dat dan zeggen, ga ik ook denken, waarom zou dat? Blablabla. Maar het is wel brutaal, wou ik even zeggen, dat jullie dat dan zomaar zeggen. Best wel veel mensen. Dus ja, wou ik gewoon even zeggen. Want dat weet je helemaal niet. En dat is helemaal niet de bedoeling dat wij weer bij elkaar komen hoor. Dat is echt helemaal niet de gedachte hierachter. Dus we gaan gewoon echt uit elkaar. En we blijven bij elkaar als vrienden als dat lukt. Oh, ik heb echt geen spierkracht meer. Zo, ik heb lang niet gesport. Ik ga even die smoothie maken. Ik ga die ijsblokjesmachine van ons zo hard missen. Ik ben weer aan het koken. En ik ga dus testen of ik een gekookte broccoli in mijn maggi mix kan doen. Dan helemaal kan pureren. En dat dan door mijn saus kan verwerken. Want ik hou dus wel van broccoli.
Maar niet per se broccoli eten, zeg maar. Ik vind de smaak wel lekker, maar stukken broccoli door een gerecht vind ik niet heel chill. Dus dat ga ik proberen. Niet of hij nu lang genoeg heeft gekookt. Maar mag je mensen gewoon zelfs een blok parmezaan... Misschien moet ik wel even de stam maar afsnijden. Moet wel lukken. Nou, dit. En dat wil ik dan hierbij doen. Nou, prima. Oh, wat grappig. Dit is gewoon broccoli rijst natuurlijk. Ja. Het is net zo droog, terwijl het helemaal nat was. Ik vond het water wat grappig. Het is helemaal droog. Oh. Dit was niet mijn gedachte, maar het is eigenlijk gewoon broccoli rijst. Zo, het is toch best wel dik. Ik ga straks even kookvocht erbij doen van de pasta. En dan kijken of de saus wordt. En anders doe ik er nog wat room bij. Maar ik hou niet heel erg van room. Ik heb dus de helft van de pesto van dinsdag hierbij gedaan. Dat had ik expres bewaard. Dus het ruikt echt heel lekker. En dan bak ik nog wat garnalen. En ik had de pesto hierin gedaan. En het laatste beetje heb ik dan nu olie bij gedaan. En als je dat dan nog eventjes goed schudt, kan je dit nog een keer gebruiken voor een dressingje op een salade caprese. En ik heb weer zo'n heerlijke pasta. Die lekker. Oh, die saus is echt super lekker. Er zijn ook vet veel groenten in. Heel veel spinazie. En dus heel veel broccoli. En lekker die pijnboompitjes op van die pesto. Ik heb een bakje zuivelspread erin gedaan. Dat was wel nodig. Ik ga nu even de Action verhuisdoos halen. En dan straks de pasta erbij, dus klaar. Oh nee. Heel lekker. Er zitten ook nog tomaatjes in de oven. En garnalenbak. Ik doe altijd een beetje overdreven. Maar ik had alles in huis. Ja, ik ga verhuisdoos halen en even een pakketje wegbrengen. Dit blijft echt de truc. Altijd kookvocht. En ik schep ook echt de bovenste, want daar zit dat zetmeel in. En daardoor blijft je saus mooi binden aan je pasta. Echt, doe dit altijd. Ja, ja, de maaltijd. Is het lekker? Mooi. Hallo, af. Ik moest echt sporten en daar voel me echt na zo'n week thuis zitten. Wij gaan eventjes naar Delft. Heel eventjes eruit. Hij gaat daarna verjaardag. Ik ga niet mee, want ik wil gewoon echt helemaal beter worden. Maar het is wel lekker om heel even uit te waaien op de markt. Even een koffietje te doen. Misschien wat te eten. En dan 2 uurtjes wel weer naar huis. Oké, dat je echt naar jezelf kijkt en denkt van... Maar logisch, ik voel het ook. Mijn billen zijn helemaal slap. Heel misschien ga ik vandaag sporten, maar ik ben bang dat het nog net te vroeg is. Dat ik het beter morgen kan doen. Maar ik wil echt sporten en zonder bak. Dat voelt zo... Ja, als je het ook sport, dan ken je dat zo, dat gevoel. De hele dag maar thuis zitten, voel je echt zo goor. Ik heb een soort random oud blouseje aan. Van Chiquelle en mijn Stieglitz. Ook. Wij zijn lekker aan het lopen. Het is super koud. Maar het is wel echt lekker om er even uit te zijn. En ik heb heel veel bij de Holland & Barrett. Oh, we zijn er al. Bombina. Even lekker cappuccino drinken. Ja, heel druk, ja. Allebei aan de koffie, terwijl we nooit koffie drinken. Lekker. Zit hier trouwens echt super chill. Mooie bank. Die ik lekker. Haakbroodje tonijn. Want het ei is echt goed goedkoop, by the way. En ik heb broodje zalm. Heerlijk. Lekker hè, zuur deze brood. Dit is zo anders dan Barista Café. Je proeft echt dat de ingrediënten hier zoveel beter zijn. Hallo. Nou, dat was de laatste keer Delft. Maar ik wou even zeggen, Bombina Delft, daar gaan we dus wel vaker heen. Is zo goed. De koffie is daar echt heerlijk. Want ik drink dus bijna nooit meer koffie, maar daar eigenlijk altijd. Alleen, normaal eet ik daar die zucchini fritters. Maar nu had ik voor het eerst een broodje. Het was zo ontzettend lekker. Echt een 10. Een haasbroodje was ook wel lekker. En de sfeer is goed. Personeel is super aardig. Interieur is mooi. Lekker warm. Echt een top tip. Nu ik toch wegga en er nooit meer naartoe ga, kan ik het wel even tippen voor jullie. En nu gaat Hana haar verjaardag en ik ga naar huis. Naar huis. Nog 24 uur is dit mijn huis. Super vaag. En weer thuis. Ik had dus meteen zin om nog meer te gaan doen en zo. Zei hij, ik kan weer naar huis gaan. En nu ben ik thuis en voel ik ook weer van, oh ja, ik ben natuurlijk nog steeds niet helemaal lekker. Maar het was heel lekker om er eventjes... Deze vlecht is echt een mes. Ik hou echt ervan om op de dag voordat ik wil gaan wassen, maar haar zo te dragen. Ik moet wel eigenlijk weer bijna naar de kapper. Ik heb wel zo wat gesprongen haarpuntjes en zo. Maar nu voel ik weer dat mijn stem bijna weg is en dat ik helemaal instort. Dus goede keuze dat ik lekker thuis ben. En ik heb dus trouwens een Stieglitz broek aan. Ik vind het wel, deze oor wel chic of zo. Nou, het was leuk om er weer eventjes uit buiten de deur iets te doen.
En nu ga ik lekker chillen. En als haar terugkomt, gaan we lekker borrelen en ons laatste avondje samen vieren. Dit, gewoon een oude blouse. Ik vind dat wel leuk. Dan heb je een leuke broek, leuke schoenen, simpel blouseje. En dan een klein beetje concealer opgedaan. En dan ben je gewoon good to go. Hi, liefje. Onze laatste 24 uur samen, poesje. Ja, onze laatste 24 uur samen. Ik ga je zo erg missen. Dikke big. Ja, met een dikke poesje, hè? Ja, hoe leg je nou maar aan een kat uit dat je nu weggaat, hè? Kan niet. Je bent een dik zakje en je weet niet dat ik morgen wegga. Als het goed is. Oh, de liefde is wederzijds. Kom ik dus pas over 5 weken min 2 dagen dan weer hier. Want dan gaan we naar de notaris. Ik ga echt proberen om dan daartussen, denk ik, al hebben we geen regels voor onszelf afgesproken, opgesteld. Toch wel goed om dan eventjes elkaar niet te zien, want anders gaat het ook nergens op. Even door dat moeilijke punt heen natuurlijk. Oh, ik ga even mijn poesje op je bank liggen. Ah, bizar, hè? Mensen zeuren me ook in dat ze gewoon 3 weken lang ziek zijn. Ik had gehoopt dat ik vandaag alweer wat fitter was geweest. Want ik wil maandag echt gewoon helemaal gewoon in 1 keer zetten van dit ben ik, dit is jullie nieuwe juf, weet je wel. En nu ben ik nog niet echt op mijn best. Dan na 2 uurtjes lunch ben ik alweer kapot. Ik vind het vlecht wel heel leuk. Al is de look nu echt niet gelukt, maar ik hou er wel van. Oké, bye. Hey, dit liedje was volgens mij ook net dat vlog als ook aan. Oké, de laatste borrelplank. Nu echt. Ik zei het vorige keer ook, maar nu is het echt zo. Dit is wel speciaal. Oh, het ziet er niet heel lekker uit. Maar dit is echt bij Crisp Salt. Hele goede tonijn sashimi. Die heb ik gegrild in sesamolie. En toen heb ik er furikake overheen gedaan. Zeewier met sesam. Ik praat steeds met pauzes omdat ik dan moet knippen, anders krijg ik copyright claim met de muziek. Als je denkt dat praat ze raar. En een klein beetje chili. Maar je ziet de tonijn dus niet echt meer, maar oh ja, hier zie je het wel. En wat wasabi mayo en wat truffel mayo, wat avocado, geitenkaas, chips, komkommer. Dit hebben we vandaag op de markt gekocht, avocado crème. Dit is pecorino met truffel. Van die hele lekkere olijven, knoflookbrood. Kalamata tapenade, super lekkere geitenkaas. Zo'n soort van, die ik ook in Babbel al had gemaakt. Zo'n pepperjew dip. Eigen kruidboter. Toast. Hier nog een salade burrata. En dan had ik dus een hele speciale wijn. Ik hoop echt dat die lekker is. Deze wijn. Hij was echt best wel duur. Ik koop dat normaal niet, maar hij klonk heel lekker. Dus laten we hopen dat die lekker is. En dan gaan we weer naar onze laatste borrel. Pushy. Ja. Zo, druk bezig. Ik had gisteren trouwens nog een hele stash aan vitamine pillen, vitamine C, rozenbottel, vitamine D, omega, argonolie. Oh, dat was het al eigenlijk. Nou jongens, dat was het dan. Het is heel raar, want ik ben al zo lang aan het idee gewend en haar ook. Dus we zaten allebei gewoon lekker een beetje te chillen en zo. Een beetje met elkaar uit te spreken van ja, we zijn nu niet heel emotioneel. Dat hadden we eigenlijk allebei. Maar net op het laatste toen ik hem nog knuffelde, moest ik toch een beetje huilen. Maar niet dat, dat huilen, maar wel gewoon diep. Ik zag ineens gewoon zo ons hele leven. Ja. Alles wat we samen wilden doen, zag ik toen ik hem knuffelde zo. Heel raar, maar hij stond op het trappetje.
Ik stond lager, dus ik zat echt zo precies bij zijn hart en zijn borst, weet je wel. En dat was dan heel lekker. En ik zag echt zo alles voorbij flitsen wat nu niet meer gaat gebeuren. Daar werd ik wel heel verdrietig van. Mijn auto is zo vol, maar ja, ik wil echt niet eerder dan binnen 5 weken eigenlijk hier weer naartoe komen. Echt, behalve als mijn bonusdochter zo graag wil afspreken, maar ik denk dat dat ook niet gaat gebeuren. Dus ik ga nu eventjes eerst langs de sportschool rijden, gewoon een klein beetje trainen, want ik ben zo lang niet geweest dat alles is echt uitgelubberd. Het gaat heel snel. Ja, dan wilde ik nog even langs de TK Maxx, omdat ik dat zo leuk vind en misschien nog iets moois kan vinden voor mijn huis. Maar er past niet eens wat in de auto. Maar ik denk dat ik morgen wel echt... Iedereen is heel lang ziek, dus ik ben nog steeds niet beter morgen, maar het gaat veel beter. Maar goed, ik zag ons hele leven zo voorbij flitsen. Het lijkt wel mijn schoonouders zo. Ex-schoonouders. En ik zei ook van ja, nu laten we elkaar wel los en nu laten we elkaar gaan. Nu is het gewoon klaar, weet je. We geven elkaar gewoon nog een kusje op de mond en zo. We hebben vannacht gewoon gezellig samen geslapen, nog geknuffeld. Maar vanaf nu, wat ik al zei, we gaan geen regels opleggen van dit mag niet. Dus we gaan ook gewoon nog appen en hij heeft zo'n verjaardag. Ik zei ook, nou, laat maar weten hoe het was. Dus we doen niet raar, maar het is natuurlijk nu wel uit. Dat is servies. Chill. Ik dacht, ik heb al mijn servies in crispdoosjes gedaan. Ik dacht, die neem ik allemaal nu al mee. Want dan hoeft dat niet later in de verhuiswagen. Kijk, ik ga natuurlijk, ik kom nog terug, maar het is pas over 5 weken, dus dat is super lang. Het verdriet zal wel komen. We zijn wel vaker een paar dagen zonder elkaar geweest. Dat vinden we altijd wel lekker. Gewoon prima. Maar het echte verdriet zal ook nog wel komen. Maar het is ook gewoon al geweest. Dus het is zo anders dan de vorige keer toen wij uit elkaar gingen. Dat duurde nog geen maand, maar toch. Toen ging ik helemaal kapot, wie het heeft gezien. En met Ruben. Dat was zo anders. Maar ergens zijn we er ook gewoon aan toe, weet je. Het is niet voor niks dat we uit elkaar gaan. Dus ook gewoon toe aan nieuwe leven. Maar... ja, ergens ben ik ook weer natuurlijk heel verdrietig. Maar ergens vind ik het ook weer gewoon goed. Want het moet gewoon. Het is gewoon beter. Maar het is natuurlijk het. Vooral hem. Ja, dat alles wat we wilden nu niet meer gaat gebeuren. Dat vind ik wel heftig. Wat ik eerder ook al zei, ja. Ik had zo graag samen kinderen gewild. Maar het is gewoon niet goed genoeg tussen ons. Daarvoor. Wel, wij zijn heel goed met elkaar, maar ik vind het gewoon qua relatie niet hoe ik het wil om een gezin te stichten. En ik weet dat ik kritisch ben, maar dat zijn ook mensen waarin je dan wel de juiste match hebt daarin. Maar het is natuurlijk heel moeilijk, want we zijn wel goed met elkaar. We hebben het heel fijn samen, dus ja, ik ben wel verdrietig, maar... ja, nu net pas eigenlijk, net was ik eigenlijk helemaal niet zo verdrietig. We waren gewoon heel erg van... ja, straks gaan we uit elkaar en we hadden ook echt iets van ja, we voelen er nu niet zoveel bij en het komt nog wel. Nou, dat zal ook wel zo zijn, maar ergens is het ook fijn dat ik niet zo verdrietig ben als de vorige keer. En dat was heel grappig, want ik heb van mijn buren geen afscheid genomen. Terwijl ik best wel leuke buren heb, maar ja, ik kan mijn afscheid blijven nemen van iedereen. En iedereen ziet alles op social media toch van mij. En dat zie ik dan ook, van oké, ik zie dat ze het allemaal hebben gezien. En op zich, ja... heel veel mensen zien het ook en zeggen ook niet echt iets. Dus dan denk ik, ja, dan hoef ik ook niet... die denken ook, ik later natuurlijk, ze heeft het al druk genoeg en zo. Maar denk ik, ja, ik hoef ook niet langs de deur te gaan om doei te zeggen. Maar heel en ik waren echt aan tijdrekken met afscheid nemen. En heel toevallig kwam toen mijn buurvrouw, bij wie ik dus ook mijn nagels toen heb laten doen. En zo kwam die toevallig net aangefietst. Dat vind ik dan wel heel toevallig, want met haar kan ik het heel goed vinden. Echt een super lieve vrouw. Net toen ik weg wou gaan. Dus die zei ook, oh, ik zet mijn fiets even neer, kunnen jullie afscheid nemen? Wij zeiden, ja, we hebben al afscheid genomen hoor. Maar gaf ze me nog een knuffel, weet je wel. Zei ik ook, ja, ik heb geen doei gezegd, want dat vind ik ook raar of zo. Zegt ze, ja, dat zou ik ook niet hebben gedaan, ik snap het. Maar ik heb zoveel, ik laat wel, ja, ik heb echt niks met zoeten meer. Maar ik laat wel heel veel leuke mensen ook achter, natuurlijk. Hele leuke vrienden van haar, hele leuke familie, fijne buren. Gewoon, ja... ik heb hier nu dan 2,5 jaar gewoond. En zo lang op een leven is dat natuurlijk heel kort. Maar ja, ik laat het nu wel weer allemaal achter. Dus aan de ene kant ben ik ben gewoon oké. Okay, maar natuurlijk is het hartstikke moeilijk. Ik zit nu echt de tranen uit mijn ogen te janken. En nu ga ik even lekker sporten. Ik ga eerst even mijn tranen drogen. Laatste keer in de sportschool. En dan wil ik woensdag naar de sportschool in Weesp gaan. Het is gewoon heel verdrietig dat ik alles nu achter, dat het gewoon allemaal klaar is. Het is niet voor niks geweest, maar ergens ook weer wel, snap je? Ik bedoel, tuurlijk is het niet voor niks geweest, maar ja,
ik ga er niet mee verder in mijn leven. Dus alles wat ik daar heb opgebouwd, ben ik in die zin wel kwijt. Ik hoop natuurlijk heel erg dat we vrienden blijven. En niet vrienden als in, we zijn vrienden, maar echt vrienden. Dat we dus echt nog wat voor elkaar kunnen betekenen en contact met elkaar kunnen houden. Maar los daarvan. Oh, hoe ga ik trouwens achteruit inparkeren? Dat kan helemaal niet. Ja, los daarvan is het natuurlijk gewoon klaar. En ja, we hebben gewoon aan het begin een hele pittige relatie gehad. En daar heb ik nooit dingen over gedeeld. En daar kan ik nog steeds niks over delen. Maar dat is heel zwaar geweest. En ik heb heel veel voor heel betekend erin. Dat was niet tussen ons zwaar, maar dat was ja, in situaties van in zijn leven zeg maar heel zwaar. En daarin heb ik echt heel veel voor hem kunnen doen. Ook kan hier gewoon parkeren, dat is fijn. Maar ja, daar uiteindelijk heb ik daar nu natuurlijk niks meer aan. Wel dat ik natuurlijk gewoon heel blij ben voor hem dat ik dat heb kunnen doen. En dat hij er heel veel aan heeft. En dat ik heel veel dankbare familieleden van hem. En dat is gewoon prachtig. Maar zelf, snap ik bedoel, bouw ik daar niks mee op. Dat is nu voor mijn leven, uit mijn leven, is dat nu natuurlijk gewoon weg. Dus dat is wel heftig. Dus alle mooie banden, alles wat ik heb bereikt, opgehouden, dat is nu gewoon weg. Vanaf, ja, vanaf vandaag is dat gewoon weg. Dus, belt iemand mij of zo? Waarom kraakt het? Nou ja, oké. Dus het zal even af en toe emotioneel zijn en dan weer niet. Het is gewoon anders. Nou ja, ik deel met jullie nog steeds omdat ik het ook heel bijzonder vind dat ik dit allemaal op YouTube heb staan en kan terugkijken voor mezelf hoe het was. Maar ook dat ik weet dat ik mensen er super erg mee help. Dus, ik ga sporten. En, ja. Een soort rollercoaster dit. We gaan vandaag naar de V-winkel. Ik vind het zo schattig voor Poesie, maar dat is echt veel te klein. Maar kijk nou, hoe lief. I can't. Ik ben gearriveerd. Hoe leuk is een babbelhap met deze vrouw? Ja. Ja, je moet met deze vrouw een babbelhap doen. Ik kom aan en er worden lumpia's bezorgd door de buurvrouw. Een Vietnamese buurvrouw, hè? Super grappig. Is toch geweldig? Ja. Zo jongens, ik ben er hoor. Ik heb na, op één koffer na nu alles uitgegeven en nog even wat eten. Maar ik dacht meteen lekker een plekje geven. Oh, je mag geen wetnagels meer als je in de kinderopvang werkt. Huh? Hoezo? Veel bacteriën op en onder en alles zitten. Zo. We zijn het er niet mee eens, maar ze zeggen ja, gewoon naast zit net zoveel onder. En bij de kinderopvang horen bacteriën en zandbouw en dit en dat. Ja, kringgaan, geen wetnagels en geen plakkertjes meer op je nagels. Ook geen bio. Geen versieringen meer, niks. Gewoon niks meer op je nagels. Nasty. En Pornels is natuurlijk een belangrijk blokje. Wel intranet is de intieme. Dan ga je hier op het slotje. En dan kom je in de SharePoint. En daar staat dat allemaal in. En daar doe je ook je overdrachten. In momento, oh ja. Rooster en overdracht. Dus als jij straks naar de dinsdag gaat, zit je op je dinsdagdag. En hier, schrijf een notitie. Oh ja. Dan klik je op schrijf een notitie. En dan kies je. Ja, dat volgt op. Duw overdracht. En soms moet je eigenlijk ook wat dingetjes over kinderen. Met die flits ik extra of met die heb ik extra ondersteuning. Dan dat. Ja. En dan heb je Paro en dat is voor met de ouders. Dus eigenlijk zijn er drie soort communicatiekanalen. Ja. En Teams is alles met de leerkrachten. Ik zit hier al in het donker jongens. Ik ga de vlog afsluiten. Wij gaan lekker slapen. Heel veel gepraat met moeder over werk. Dus mijn stem is alweer een beetje schor. Dus ik moet nu echt snel naar bed. En verder gaat alles prima. Ik zie jullie volgende week weer. En dan... ja, mijn eerste week zonder haar, dus we'll see. Ik ga nu lekker mijn bed in en bedankt voor het kijken naar deze vlog. Vergeet geen reactie achter te laten, want het helpt mij heel erg. Je ziet meteen dat de video's al veel meer bekeken worden, dus en doe even een duimpje omhoog. Vergeet me niet te volgen op Insta. En babbelhap komt zondag weer. Flink aan de bak. En ik heb net gelezen dat ik over volgende week dinsdag al een lesbezoek krijg, de hele school. Maar wow, dat is letterlijk mijn vierde dag voor die groep. Dat is best pittig, maar oké, I can do it. Oké, bye!